In de ruim 13 jaar als bestuurder van Amersfoort heeft u een grote bijdrage geleverd aan het veroveren van een breed gerespecteerde positie van uw instelling en voor de cliënten in de samenleving van de provincie Utrecht en daar direct omheen. Van elke bestuurder van instellingen mogen prestaties worden verwacht. Het is een beroep en u wordt daar ook voor beloond. Uw woord, meneer Kaspers, en werd door cliënten en medewerkers in uw doen en laten aangeduid als de burgemeester van Amersfoort. U leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gehandicaptenzorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau. En ik kan u melden dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten u een koninklijke onderscheiding te verlenen. En u bent per koninklijk besluit van 25 februari van dit jaar benoemd tot ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Natuurlijk ben ik er ontzettend blij en trots mee, maar tegelijkertijd vind ik dat ik hem niet verdiend heb. Want terecht zegt u, ik heb gewoon mijn werk gedaan. En het echte werk, dat gebeurt toch door de mensen op de werkvloer. Dus, nou dan beschouw ik hem maar als het in ontvangst nemen voor al die mensen van de Amersfoort die dat met mij de afgelopen 13 jaar hebben gerealiseerd. Dat lijkt me een gepastere verdeling van de buit, als ik het zo mag zeggen.